frisse koningin. Dat was precies wat we nodig hadden, want we waren bezig. Alles kon. Het land was arm. En wij waren ook arm. In 1945 ging het daar verder waar het in 1939 was gestopt, terwijl het totaal anders had moeten worden. Nederland was natuurlijk een beetje, ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar een beetje achtergebleven, een beetje suffig, een beetje ingeslapen. Leve de Korinland! En nou, toen vloog bijna de gebitter uit. Leven, alles wat we doen! Zestig jaar geleden, 1948. Nederland herstelt langzaam van de oorlogsjaren en droomt van een betere toekomst. Na de zware oorlogstijd vindt koningin Wilhelmina het genoeg. 50 jaar bezet ze de troon. Maar een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe koningin, haar dochter Juliana. Een troonswisseling dus, zoals we die ook de komende jaren kunnen verwachten. De akte van abdicatie van koningin Wilhelmina wordt hier in het Nationaal Archief in Den Haag bewaard. Ik verklaar dat ik na langdurig en rijp beraad, buiten iemands invloed, geheel vrijwillig van dit ogenblik af onherroepelijk afstand doe van mijn koninklijk gezag. En met de ondertekening van die akte is Juliana koningin. Nederland in opbouw krijgt zo een nieuwe vorstin. Een koningin met een jong gezin. Een beeld van vreugde en hoop in die grijze jaren. En dan de Jordaan, het warm kloppend hart van de hoofdstad. Kinderen en vlaggen en blijdschap overal. Een hulde van de Jordaanbewoners, dat is een hulde die door Oranje steeds op hoge prijs wordt gesteld. Na een tocht van 11 kilometer komt koningin Juliana met haar gemaal en de oudste drie prinsesjes terug bij het paleis. Het was 3 jaar na de Tweede Wereldoorlog en een leeggeroofd, uitgeplunderd Nederland wachtte op de terugkeer van koningin, het Oranjehuis, en moest beginnen aan de wederopbouw. En dat was natuurlijk een totaal nieuw begin dat gemaakt moest worden. Je kunt je bijna geen voorstelling maken van de verwoesting van het land. Infrastructuur, bruggen, spoorlijnen, het was allemaal verdwenen. Wilhelmina was teruggekeerd, maar ze was oud. Ze wilde vernieuwing op alle mogelijke terreinen, vooral op politiek en geestelijk gebied. En daar had het Nederlandse volk helemaal geen zin in. Dan past natuurlijk in zo'n beeld wel heel goed een jonge, een nieuwe koningin met een gezinnetje. Altijd leuk, een gezinnetje aan het hoofd van de staat. En zo is Juliana als het ware in 48 vanzelf op haar plek gekomen. In vele opzichten is het leven weer in normale banen gekomen. Nederland wil buitenlanders trekken en het wil deviezen kweken uit het toerisme. En het moet die toeristen dan ook attracties bieden. Het gebrek aan deviezen is ook nog altijd medeschuldig aan de zwarte handel. Al is dit kwaad zeer sterk verminderd vergeleken met 2 jaar geleden. De controle is zeer rigoureus gebleven. 1948 was het een land dat bezig was weer tot zichzelf te komen, om zo te zeggen. Langzamerhand werden dingen normaler.
voedselvoorziening was nog helemaal op de bon. Wat krijgt een burger eigenlijk op een dag? Klontje boter, 2 plakjes kaas, 3 worst als je de slager mee hebt. Onze kippen leggen ook voor u. Dit is de thee. Dit de suiker om het leven mee te verzoeten. Even roerloos zitten, de koffie. Adem inhouden, de cacao. Mensen vonden het ook eigenlijk heel gek als je ging trouwen. Want ja, hoe kon je nou trouwen in zo'n tijd zonder lakens en tafellakens en weet ik wat allemaal. We waren bezig de oorlog weg te drukken. Hè? Het ging in 45 ging het daar verder waar het in 39 was gestopt. Terwijl het totaal anders had moeten worden. En weer dezelfde mensen en dezelfde partijen. En die over de oorlog sprak, dat wouden we niet horen. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment kwam bij mijn uitgever, was iets later dan. Een meneer die had een dagboek van zijn dochter en die was omgekomen in een concentratiekamp. En wat het kind had bijgehouden. En toen zei mijn uitgever, ja hoor, niemand wil me iets van die oorlog weten. Ik piek er eenvoudig niet over dat uit te geven. Het was wel het dagboek van Anne Frank. Het waren de jaren van de opbouw. We gingen ervoor. Alles kon. We waren vrij. We konden weer ademhalen. De lichtjes waren aan. De lichtjes op het Leidseplein brandden weer. Op de woelige baren, bij storm en bij wind, denkt hij steeds aan dat blondje, dat vrolijke kind. Ze leeft in zijn hart, ze zingt in zijn bloed. Hij hoorde haar stem in de eb en de vloed. Veilig. Al had je heel grijs haar, dan kon je s'avonds om een uur of 10 rustig de Kalverstraat inlopen, om er eens wat te noemen. En iedereen was optimistisch en de vrijheid, het is eigenlijk niet te beschrijven wat voor een gevoel een mens krijgt met vrijheid. Vroeger waren heel veel mensen waren veel armoediger dan nu. Maar ze waren veel blijmoediger, veel vrolijker. Het was niet zo'n zeurder, klagerige club. We zijn het klagen en het zeuren eigenlijk pas na de oorlog gaan ontwikkelen. In de politieke wereld was natuurlijk vooral het conflict met Indonesië. De grote kwestie. Nederland wil na de oorlog zijn invloed in Nederlands-Indië herstellen. De door Sukarno uitgeroepen onafhankelijke Republiek Indonesië wordt niet erkend. In 1947 moet een groot militair offensief een einde maken aan de Republikeinse regering. Die eerste politionele actie wordt in 1948 gevolgd door een tweede. Er zijn in totaal tussen 1945 en 1950 150.000 Nederlandse militairen naar Indië vertrokken. Van marine, luchtmacht, landmacht, waaronder 100.000 dienstplichtigen. Dat betekent dus 1,5% van de bevolking, want Nederland had toen 10 miljoen inwoners. Kun je nagaan hoe ontzettend belangrijk die oorlog in Indië was en hoe eigenlijk iedereen in Nederland daar wel een neef of een zoon of een vader had zitten die aan die oorlog meedeed. Ja, want politionele actie was in feite een oorlog. Die werden zo genoemd om tegenover de wereldopinie duidelijk te maken dat het niet een oorlog zou zijn. Maar iedereen die de beelden zag, wist dat het gewoon een oorlog was. Waarbij ook in totaal iets van 3000 Nederlandse militairen zijn omgekomen in die 5 jaar. Ik denk dat heel veel Nederlanders toen ontzettend bezig waren met die Indische kwestie. Maar er was natuurlijk daarnaast nog heel veel anders. Nederland was totaal verarmd door de bezetting. Auto's, vakanties ontbraken totaal. Voor vakanties had je buitenlandse valuta nodig, deviezen. En die waren er niet, dus niemand ging ook met vakantie in die jaren. Hoe zat het met de huizen? Nou, er was natuurlijk veel verwoest in de oorlog. Rotterdam, de Atlantic Wall, Arnhem. Er waren enorme verwoestingen. Er was niets bijgebouwd. En er was een enorme woningnood. Dat betekende dus inkwartiering. Mensen kregen totaal vreemde mensen die in hun huis introkken als het grote huizen waren. Bijvoorbeeld repatrianten uit Indië. Er was een enorme
woningnood in Nederland in die jaren. Koningin Wilhelmina is pas 18 als ze haar ambt aanvaardt. En nu 50 jaar later legt ze het neer. Een halve eeuw koningschap dat 2 wereldoorlogen en een zware economische crisis omvat. Wilhelmina's doortastendheid in die moeilijke tijden maakt haar geliefd. Rots, te midden van de woelige baren, noemt Juliana haar moeder een voorbeeld. In de moeizame jaren na de oorlog zijn dat 50 jaar regeringsjubileum en de komst van een nieuwe koningin en welkome afleiding. Wekenlang had Nederland zich voorbereid om het gouden jubileum van zijn geliefde koningin en de vreugdevolle inzegening van haar dochter tot onvergetelijke gebeurtenissen te maken. Elke stad, elk dorp, elke straat, elk huis in Nederland maakte zich op voor dit feest waarin het volk zijn 2 vorstinnen hulde wilde brengen. De weverijen werken op volle toeren, want niet alleen de huizen, de straten en de pleinen moeten in feestgewaad gestoken worden, ook de militairen zullen weer in gala-uniformen paraderen. We hebben ze bijna vergeten, de fraaie tenues van Nederlands roemrijke regimenten, zoals de grenadiers en de jagers. Van de jonge Irene-brigade heeft nog niemand ze ooit gezien. In allerlei kleuren verlaat het materiaal voor de nieuwe uniformen de machines. Er moeten nieuwe uitrustingstukken en versierselen gemaakt worden, in goud en in zilver. In vorm en uitvoering moeten ze in overeenstemming zijn met de oude voorschriften. In een fabriek in Limburg worden de gala-uniformen voor de grenadiers en jagers en de Irene-brigade vervaardigd. Uniformen door het Nederlandse volk ter gelegenheid van deze feesten aangeboden aan het Koninklijk Huis. Dit is zeker werk waar de meisjes met plezier aan bezig zijn. Zelfs al hebben ze wekenlang moeten overwerken om de uniformen op tijd af te leveren. En wat zou dit nu wel zijn? Ja, het is op dezelfde fabriek in Brabant die ze voor Napoleon al maakten. Berenmutsen voor de grenadiers. En zo worden ze gedragen. De koninklijke militaire kapel in de nieuwe galatenue van hun regiment, de grenadiers. De Irene-brigade, de in Engeland gevormde keurtroepen. De erewacht van studenten treedt aan voor het paleis op de Dam. Na een rit van 3 kwartier door een deel van de stad draait de koninklijke auto het Damplein op. Prinses Marijke staat bij de aankomst van grootmoeder te juichen. Voor het paleis stond de erewacht opgesteld. En de koning, die oude, een beetje vermoeide vrouw, die stapt uit die auto. En ineens is het de koningin. Het plichtsgevoel was enorm, enorm, enorm. En dan begint het feest van Koninginnedag, 31 augustus 1948. Ik zat nog net op de lagere school. En de lagere schoolkinderen zouden een obade brengen aan koningin Wilhelmina op de Dam. En dat was voor het eerst weer na de oorlog. Dat was traditie geweest vanaf 1898. Wij stonden redelijk vooraan. We hebben daar gezongen van Gelukkig is het land. En merk toch hoe sterk. En... nou ja, alle Hollandse, vaderlandse liederen die we daar konden zingen. Geweldig natuurlijk. Een enorme een enorm feest wat je
gewoon in jaren niet mee had gemaakt. Of eigenlijk nooit mee had gemaakt. Je had een vage herinnering van voor de oorlog, van kinderpartijtjes. Dat is een soort groot kinderpartijtje. We hadden er ook voor moeten oefenen en zo. En ja, al die schreeuwende kinderen daar op de Dam. En dat dat allemaal op een goed moment weer tot rust kwam en allemaal kon zingen. Dat was natuurlijk geweldig. De 68-jarige koningin ziet nog eens de jeugd van Nederland aan haar voorbij trekken. Die jeugd die zij zo'n warm, moederlijk hart toedraagt. De Dam, centrum van de hoofdstad des Rijks, kan nauwelijks de duizenden kinderen bevatten die hier zijn samengestroomd. Er werd veel gefeest natuurlijk. En als muzikant, ik wil het woord muzikus niet gebruiken, maar als muzikant, had je dus veel werk, veel oranjefeesten. In Volendam stijgt de vreugde ten top op een echt Hollandse kermis. Kermis zonder palingboer. En ze zijn prima, dat ziet u wel. En hier het paradijs voor de kleintjes, de poppenkast. Hebt u wel eens een koninginnedag gezien zonder ballonnetjes? Ja, zo verloopt in blijdschap, in volksspelen, in wedstrijden voor de kinderen, in vreugde en zonneschijn, die dag waarop jong en oud Nederland niet alleen de verjaardag, maar vooral ook het gouden regeringsjubileum van zijn vorstin heeft willen vieren. Tot de avond komt. Een sprookjesavond. Het was natuurlijk een enorme afleiding voor de mensen. Om te midden van al die ellende van het dagelijkse leven. Ja, het was toch moeilijk. Met de hele toestand in het land, distributie. Je broer, je neef die naar Indië vertrok. Dan waren die feesten waren natuurlijk een grote afleiding. Eén feest als afscheid en als welkom. Hier op Paleis Soestdijk zullen koningin Juliana en prins Bernhard het koningschap combineren met het leven van een druk gezin. Hoe anders ging het met koningin Wilhelmina in de voorgaande 50 jaar? Eenzaam, maar niet alleen, schrijft ze in haar memoires. Vooral haar zorgen over ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog eisen hun tol. Ze is moe. Max Koonstam maakte koningin Wilhelmina in die eerste jaren na de oorlog van dichtbij mee als haar particulier secretaris. Dat was dus zeker een vrouw die onafhankelijkheid wilde, die een grote wilskracht had. En die geweldig hechtte aan het Nederlandse volk en aan het samen zijn met dat volk. En die in haar leven toch heel sterk geleden heeft door die grote eenzaamheid. Ook al het feit van één dochter, ja, maar al die misgeboortes. En ze hunkerde naar het gewone leven. De koningin bracht de eerste jaren altijd een paar weken op het paleis op de Dam door. En ik was er dan altijd bij. En op een goed moment wou ze boodschap gaan doen, ze wou iets inkopen. En we gingen het paleis uit op de achterkant, achterdeur. En het verkeer op de daarachter, wat is het in Nieuwzijds voor Burgval, dat was nog heel gering. En de koningin zei tegen me, u moet me een arm geven. En als u wil dat ik stilsta, geeft u me dan een ruk. Want ik ben nog nooit alleen een drukke straat overgestoken. Het is eigenlijk een heel tragisch verhaal. In een volgepakt Olympisch stadion in Amsterdam wordt het afscheid gevierd. Het is een enthousiast oranje huldeblijk aan de oude koningin. Het was in de namiddag van die laatste koninginnedag op 31 augustus
dat in het Amsterdamse stadion een groot schouwspel werd opgevoerd. Een kleurrijk zinnenbeeld van Hollands glorie in Hollands tuin. Opgedragen aan haar die ons volk 50 jaren had geregeerd met wijsheid en met liefde. Een lange bonte stoet, gevormd door mannen en vrouwen van Nederland, zal straks uitbeelden wat op velerlei gebied door dit land is gepresteerd. De kroon, gedragen door matrozen en jonge vrouwen, die nu het stadion binnengevoerd wordt, symboliseert de eenheid die Nederland onder Oranje veroverd, behouden en opnieuw bevochten heeft. Rond deze kroon, die in het midden van Nederlands tuin opgesteld wordt, zal zich nu het spel ontplooien. Ernstig soms, vol vreugde op andere momenten. De arbeid in al zijn facetten. Delvers van het zwarte goud. De distilleerderijen. Het voedsel. Onze populaire spoorwegen. De olie. Het glas. De kunstzij. En ook neemt deel aan deze stoet van het werkend volk van Nederland, de geestelijkheid. De weduwen van de gevallen verzetslieden. En nu ook de ouden van dagen. Maar zij worden op de voet gevolgd door het kostbaarste bezit van Nederland, de jeugd. Thans loopt het tijdperk voor mij ten einde. De strijdende taak die wij allen tezamen gehad hebben, die wij zo vele jaren tezamen hebben vervuld, ga ik neerleggen. Veel is er in de oorlogsjaren gedroomd en verwacht van de toekomst. Voor velen is de werkelijkheid na de bevrijding een teleurstelling geworden. Ik vertrouw dat gij sterk zult zijn en veel zult verwezenlijken van wat toen als toekomstdromen in ons allen leefde en thans nog leeft. Bij de ouderen was koningin Wilhelmina natuurlijk toch het anker uit de oorlog en het perspectief over het verzet heen. En dat ging niet zonder emoties dat de plaats ingeruild werd door een jongere, onervarener vrouw. Die had die hele oorlog praktisch in er eentje met prins Bernhard. Het ene die ze echt kon vertrouwen met de regering waar je verschillend over kunt denken. En die was natuurlijk wat ouder en wat eenzamer. En die zag een heleboel dingen toch een kant op gaan die haar niet zo erg zinde. En bovendien, koningin Juliana was er klaar voor en de kinderen waren groot. Natuurlijk een belangrijk punt in de opvolging. Dat als je nog met een baby zit als toekomstige koningin, dat gaat niet goed samen. Hè? Als de open calèche met de geliefde vorstelijke personen wegrijdt, dan barst uit 60.000 kelen een donderend gejuich los.
En Wilhelmina was natuurlijk in 1948, die symboliseerde het verleden. Er was een enorm respect voor haar. Ze was de leider geweest van het verzet in de oorlog, de moeder van het verzet. Ze gold als degene die toch voor de radio precies gezegd werd waar het op stond. Hè? Sla de mof op de kop, zoals het heette voor Radio Oranje. Er werd veel naar haar geluisterd in de oorlogsjaren. Maar zij was natuurlijk wel het verleden. Ze was, hoewel ze pas 68 was, voor haar eigen gevoel en ook in de ogen van het Nederlandse volk, was zij een oude dame. En Juliana stond er tegenover, die moest nog 40 worden. Juliana die symboliseerde de nieuwe tijd. Dat was de toekomst. En die toekomst die zag er veelbelovend uit. Er was een gezin met 4 dochters op Soestdijk. Het was in de ogen van het Nederlandse publiek een gelukkig huwelijk dat op Soestdijk geleefd werd. Juliana was door haar eenvoudige manier van optreden, omdat ze gewoon wilde zijn, omdat ze zich vooral niet wilde onderscheiden van anderen, omdat ze alleen maar koningin was, maar als mens gewoon mensen wilde ontmoeten en met hen spreken. Juliana was buitengewoon populair. Ik herinner me ook heel erg goed de balkonscène van koningin Wilhelmina samen met haar dochter, de nieuwe koningin, op het balkon van het paleis op de Dam. Ik was er stom toevallig bij. Op de Dam. Ik woonde in Haarlem. Ik ging naar Amsterdam, mijn moeder opzoeken, want die woont in Amsterdam. En toen we bij de Dam aankwamen, toen stond het daar helemaal vol met mensen, zodat we niet vlak onder het balkon terecht konden, maar op de straat hebben gestaan, daar, die er langs loopt. Hè? En dat was toch heel duidelijk te zien. Ik was toevallig in Amsterdam, in de Bijenkorf. Daar gingen mensen dus in het restaurant, die gingen net weg. En het was wat geschuifel en ik keek naar buiten toe. En ik zie daar gerommel op het balkon, deuren die opengaan. Ik zeg tegen mijn moeder, hallo, het gaat gebeuren geloof ik. 4 september 1948. Een grote dag in Nederlands historie. Om 12 uur 's middags zal koningin Wilhelmina van het Paleis van de Dam haar volk zelf mededelen dat zij na een regering van 50 jaren haar taak aan een jongere kracht heeft overgedragen. Haar dochter, koningin Juliana. Massaal mensen, het Dam was afgezet. En toen vroeg ik aan een politieagent, wat is hier aan de hand? En die werd zo nijdig. Ik dacht dat hij, geef me een draai om mijn oren. He, dat is alsof ik hem wou provoceren, dat ik dat niet wist. Want daar, ik wist het echt niet, want ik lag geen krant in die dagen. En ik was helemaal verzonken in mijn eigen schrijverij. Dus ik wist het echt niet. Ik stel er prijs op u zelf mede te delen dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van mijn dochter, koningin Juliana. Ik dank u allen voor het vertrouwen dat zij mij 50 jaar lang hebt gegeven. En op een gegeven moment riep dan Wilhelmina, leve koningin, leve de koningin. Leve onze koningin, zei ze. Leve onze koningin. Leve de koningin. En toen vloog bijna de gebit eruit. Toen zag ik dat de gebit, de bovengebit, losliet. Daar had ze niet genoeg kukkiedent in gesmeerd. Leven, alles wat voor een En je zag haar zo die hand omhoog doen en naar Juliana wijzen. En ja, ze zag het met een iets andere stem, riep ze dat. Ze moest zich forceren natuurlijk, om een beetje duidelijk te zijn. En dat was toch wel een, ja, ik vond het een ontroerend moment. Ja. Weken hebben wij dat gebruikt overal. Hè. Je kwam elkaar tegen, vrienden kwam ik tegen in de Leidse straat. En dan riep je van, leven, dan verdween de ander al in het portiek, begrijp je, zag ik dat. En op een gegeven ogenblik je opgebeld wordt, ik geloof 2 of 3 dagen daarna, van de Dam is afgezet. De Dam is afgezet.
Ja, ze zijn het gebit van Wilhelmina aan het zoeken. Ik dank u, lieve moeder, dat ge me op deze wijze hebt ingeleid. Ik voel het als een groot leed dat we uw wijsheid en uw ervaring en bovendien uzelf voortaan zullen moeten missen als onze koningin. Hoe moeilijk het ook zal zijn hieraan te wennen. Ik weet dat allen u van harte hun beste wensen meegeven voor deze levensperiode waarin ge als prinses Wilhelmina onder ons zult verkeren. Wat ik me ook nog herinner, dat we voor kinderen hadden een periscoop. En een periscoop is een buis met bovenin een spiegel die zo staat en een ander die zo staat. Dus het beeld komt eraan, zo moet ik doen. Dan komt het hier in deze spiegel. En dat zie je dan. Want daar ben je te klein voor. Het gekke is, dat instrument heb ik nooit meer gezien. En met gebeurtenissen waar kinderen te klein zijn om het goed te kunnen zien. Dus samen gaan wij moeder voorwaarts. Leve het vaderland! De middag van deze zo gewichtige dag maakt Hare Majesteit haar eerste officiële rijtour door de hoofdstad des lands. Met haar in de koets zitten prins Bernhard, kroonprinses Beatrix en de prinsesjes Irene en Margriet. Zij die de plechtigheid op de Dam niet hebben kunnen bijwonen, krijgen nu de gelegenheid onze nieuwe vorstin te zien en toe te juichen. Langs Amsterdams beroemde Westertoren gaat de kleurige stoet terug naar het paleis onder voortdurend gejuich van de bevolking. Koningin Juliana is door Amsterdam op allerhartelijkste wijze ingehaald. Het is 4 september 1948 en Nederland heeft een nieuwe koningin. Er heerst blijdschap, maar het zijn onzekere tijden. Feest in een verdeelde wereld, lees je in de krantencommentaren. In januari is de Indiase leider Mahatma Gandhi vermoord. Een extremistische hindoe maakt een einde aan het leven van de man die met geweldloos verzet de Britse bezetters verdreef. Een geur van wierook en sandelhout trekt over het wijde veld, terwijl de vlammen het lichaam van de Mahatma vertieren. In mei wordt de onafhankelijke staat Israël uitgeroepen. Duizenden Joden uit de hele wereld trekken naar hun beloofde land. Maar het is ook het begin van een oneindige reeks conflicten in het Midden-Oosten. In Washington zijn we getuigen van een historische gebeurtenis. President Truman, omringd door leden van regering en volksvertegenwoordiging, zet zijn handtekening onder het Marshallplan. Het Amerikaanse hulpprogramma voor het buitenland treedt in werking. Voor de landen van West-Europa komt dit jaar een bedrag van 2,5 miljard gulden beschikbaar, dat het economisch herstel van deze landen zal bevorderen. De Koude Oorlog wordt voor het eerst zichtbaar als een luchtbrug de inwoners van West-Berlijn in leven moet houden. De Russen hebben het vervoer over land en water geblokkeerd. Geallieerde vliegtuigen brengen voedsel, medicijnen en brandstof. Maar het jaar kent ook lichtpuntjes. De Nederlandse atlete Fanny Blankers-Koen wint 4 gouden medailles op de Olympische Spelen in Londen. Keer goud. Een opsteker voor ons land. Een land in opbouw. Dat zijn we in 1948. En we krijgen aan het hoofd een koningin die daarbij lijkt te passen. Een jonge moeder, maar ook een vrouw met de moderne denkbeelden van na de oorlog. Vrede, veiligheid, een verenigd Europa. De idealen van een nieuwe wereld. Juliana was
maar ik heb haar veel minder goed gekend. Maar was innerlijk zeer vastberaden. Zeer. Maar uiterlijk veel meegaander. Zo zou je nooit zeggen, ik ben het niet met u eens. Als je later zou merken dat ze het eigenlijk niet met je eens was. Ja, een beetje links, een beetje scheef. Een beetje, geen vrouw van de wereld. Ze wist zich, zoals de dochter, Beatrix. Hè. Daar komt echt de koningin aan. En hier niet. Ik vond haar aardig, ja. Was ze ook goed? Goed. Ja, daar heb ik eigenlijk geen verstand van. Zo goed was. Zoals meelevend, dat was ze zeker, ja. Ja. Maar ze had ook een druk gezin met al die kleine kinderen. En ik denk dat ze toch ook wel behoorlijk veel teleurstellingen heeft meegemaakt. Hè? Niet van de kinderen, maar ja, in het huwelijk, denk ik. Een beetje verlegen, ja. Ja, ik heb haar later, en Prins Bernhard trouwens, ook wat persoonlijker mogen leren kennen. En ik vind dat een groot voorrecht. Ze was een goede koningin door het feit dat ze in Canada had leren omgaan met de mensen. Op een manier zoals niemand voor haar in het koninkhuis dat had gedaan. Ze had idealen. Ze was vernieuwend. Anders dan haar moeder in die zin dat ze brak met protocol. Met allerlei voorschriften. Ze wilde immers geen afstand tussen haar en haar volk. Toen ik een hand kreeg van Juliana, toen ging de geheimzinnigheid een beetje weg. Ik had haar een hand gegeven. En ik voelde aan de hand dat ze het meende. Het was geen krachtige hand. Een beetje week. Door al het handenschudden wat ze in haar leven heeft moeten doen. Maar ik was er wel vereerd mee. We vonden haar ontzettend aardig. Ontzettend aardig. Lieve vrouw. Ja, ze was ook sociaal betrokken. Nee, wat dat betreft, daar waren we het allemaal over eens. Maar wat klopte er dan niet? Nou, het was niet de koningin. Het was niet een echte koningin. En ik geloof ook dat ze dat zelf wel eens heeft gezegd, dat ze het eigenlijk vreselijk vond. Ik heb haar foto's laten zien aan buitenlanders. En ja, vroegen dan, wie is dat? En die straalde niets uit van dat wat ze was. Nou ja, dat zei ze toch zelf. Wie ben ik dat ik dit doe? Maar ze begreep ze zelf ook niet. Als je dan toch koningin wordt, doe het dan goed. En het is natuurlijk wel leuk voor het buitenland dat de koningin op de fiets zit. Maar ja, het is natuurlijk veel leuker als in een Belen. En Bernhard, die wist er wel weg mee, hoor. Bernhard, die had natuurlijk wel de allure van de grote sportauto's en de. En ook de loesje centen aannemen natuurlijk, ja. Iedereen leefde nog zo'n beetje in gezinsverband. Alleenstaande, ja, er werd een beetje meewaardig naar gekeken, hè. Want die waren dus. Die moesten op kamers wonen of bij een ouders thuis. Die waren eigenlijk niet te benijden. Een beetje ongelukkig soort mensen. Het gezin, dat stond nog helemaal centraal. En Juliana met haar gezin gaf dus precies, als het ware, terug wat het Nederlandse volk belangrijk vond. En in 48 was dat nog het gelukkige gezin? Het gelukkige gezin. Koninklijke gezinnen worden altijd geacht gelukkig te zijn. Maar zeker bij Juliana en Bernhard waren er toen geen aanwijzingen dat ze misschien minder gelukkig met elkaar zouden zijn dan het Nederlandse volk dacht. In 48 nog niet? Nee, pas daarna ontstaat er een zekere mate van oneenigheid. Greet Hofmans komt dan in hun leven, maar die komt pas voor het eerst de aanraking met Juliana en Bernhard een paar maanden na de inhuldiging. Eind 1948 komt ze voor het eerst op Soestdijk en beginnen de gebeurtenissen die leiden tot een huwelijkscrisis in 1956. Koningin Juliana die was natuurlijk opgegroeid daar in een beetje verwarde tijd, de eerste tussen de twee wereldoorlogen in. En koningin Wilhelmina was trots op de strijdkrachten en koningin Juliana die had er een zekere huiver van. Die was meer naar de kant van
anti. Maar dat mag ik niet zeggen, dat is fout. Die was meer van de vredesbewegingen en meer. Ze bemoeide zich met gehandicapten, met zieken, meer dan met de strijdkrachten. En alles wat ook maar zweemde naar iets militairs, daar had ze een huiver van. Tot 1948 hadden Juliana en Bernard ook heel duidelijk het idee dat ze een heel gelukkig huwelijk hadden. Want later zeggen ze wel eens, ik wil de Juliana terug of ik wil de Bernard terug van 1948. En je ziet het ook, dat gelukkige huwelijk, zou je kunnen zeggen, bij de inhuldiging in de Nieuwe Kerk, waar Bernard dan naast Julia na zit of staat, haar hand wil ondersteunen. Die maakt een zorgzame indruk. Twee dagen na de abdicatie van Wilhelmina wordt koningin Juliana ingehuldigd. Het is 6 september, 9 uur in de morgen. Het publiek dat voor een deel de nacht op straat heeft doorgebracht om zich een plekje achter de afzetting te verzekeren, ziet toe hoe een aantal genodigden hun plaatsen op het gereserveerde gedeelte van het dampterrein opzoekt voordat de plechtigheid van de inhuldiging begint. De leden van de Staten-Generaal begeven zich voor de verenigde vergadering der beide kamers naar de Nieuwe Kerk. Evenals 50 jaar geleden staan kadetten en adelborsten en een erewacht van studenten opgesteld langs de pergola. Dan verlaten de ministers het paleis. Vervolgens de vertegenwoordigers uit Indonesië en uit de West. De hoge gasten nemen hun plaatsen in de reeds bijna geheel gevulde kerk. Behalve de leden der beide kamers en de ministerraad zijn bijzondere missies aanwezig uit vele landen en vertegenwoordigers van de verschillende bevolkingsgroepen van ons land. Prinses Wilhelmina verschijnt in gezelschap van prinses Armgard van Lippe-Biesterfeld, kroonprinses Beatrix en prinses Irene. Elf uur precies. De wacht presenteert het geweer. Een gejuich stijgt op. Voorafgegaan door herauten treedt de koninklijke stoet naar buiten. Gedragen door generaal Kreutz, het ontblote rijkszwaard. Gevolgd door de Rijksstandaard, gedragen door admiraal Helfrich. En dan Hare Majesteit de Koningin, geleid door zijn koninklijke hoogheid prins Bernard. De jonge vorstin, gekleed in een saffierblauw statiegewaad, met de roodfluwelen kroningsmantel, die reeds de schouders tooide van drie oranjevorsten. Prinses Irene-brigade, de mariniers, de jagers, de grenadiers en het Koninklijk Nederlands-Indische leger viel de eer te beurt hun vaandels naar deze plechtigheid te mogen afvaardigen. De Staten-Generaal, dat ik hier op het ogenblik in uw midden ben om de eed op de grondwet af te leggen, vervult mij met weemoed. Want het is een gevolg van het feit dat mijn lieve moeder een halve eeuw lang haar krachten in dienst van het vaderland en het rijk heeft gegeven in een mate dat ze nu eindelijk de zware last niet verder dragen kan. Sedert eergisteren ben ik geroepen tot een taak die zo zwaar is dat niemand die zich daarin ook maar een ogenblik heeft ingedacht haar zou begeren. Maar ook zo mooi dat ik alleen maar zeggen kan: wie ben ik dat ik dit doen mag? Leden van de Staten-Generaal, wij bevinden ons op dit ogenblik van de wereldgeschiedenis in een toestand waarin alles aankomt op onze houding tegenover het onheil van het jongste verleden
en tegenover de dreiging van nieuwe onheilen. Nederland moet niet alleen drijvende blijven op de wilde golven van het wereldgebeuren, het moet zelf zijn koers bepalen en bovendien trachten met de andere volken samen de koers uit te zetten van de ganse wereldvloot. We moeten daar niet op zien of dat offers kost. Als het nodig blijkt, moeten we bereid zijn ballast uit te werpen. Alle hens aan dek. De tijden zijn veranderd. Wat wij voor de oorlog nog op eigen houtje konden doen, daarbij geruggesteund door een groot koloniaal rijk, dat kan na de oorlog niet meer. We zijn niet door onszelf bevrijd, we zijn bevrijd door andere volken. We moeten met die volkeren, en dat willen we ook, samenwerken in de Verenigde Naties, in de Marshallhulp, in de NATO en korte tijd later ook in een verenigd Europa. Dat begint begin jaren 50. En dat, de eerste tekenen daarvan waren al in de jaren 40 zichtbaar. En dat vind je allemaal terug in die eerste woorden. Zo dadelijk zal ik mijn eed afleggen in 100 jaar oude bewoordingen. Daarbij zal me voor ogen staan het zinnebeeld waarmee ik de regering van mijn moeder kenmerkte. En dat voor mij het wezen van het Nederlandse koningschap weergeeft. De rots te midden der woelige baren. Leden der Staten-Generaal, tezamen zullen wij werken voor het heil van Nederland en het Rijk. Mogen God onze arbeid zegenen. Severus tranquillus in undis. Rustig te midden van de woeste golven. Dat was een leuze die al in de 80-jarige oorlog werd gebruikt door Willem voor Oranje. Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de staat met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van al mijn onderdanen zal beschermen. En tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten ermee ter beschikking stellen. Zoals een goed koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Hare Majesteit, koningin Juliana is in Gelder. Lieve koningin! Morgen, precies 60 jaar geleden, op 6 september 1948, is koningin Juliana ingehuldigd. En tot 1980 is zij het gezicht van de Nederlandse monarchie. Een geliefde koningin. Een veelbewogen koningschap. Een gouden zon bestraalt het onvergetelijke schouwspel. Geweven om een gezin dat in de eerste plaats een oprecht Nederlands gezin wil zijn. Maar dat boven ons geheven wordt door de liefde die het volk van Nederland toedraagt aan zijn nieuwe vorstin, koningin Juliana.